Een nieuw gen in een dier of plant plakken, dat is oude koek. Kinderspel vergeleken bij wat wetenschappers nu kunnen. Nieuw synthetisch leven ontwerpen. Ik denk dat op een termijn van 6, 7 jaar er een mens zal rondlopen die in staat is om een deel van zijn energie uit zonlicht te halen met fotosynthese. En die zal met groene haren of met een groene huid dat voor elkaar krijgen. Labyrinth wil zelf ook knutselen met DNA en probeert het gevaarlijke poliovirus te bestellen. Knutselen met de bouwstenen van het leven, ons DNA. We kunnen cellen taken geven en dus nieuw synthetisch leven creëren. Zo ontwerpen we de wereld van morgen. De hoofdrolspelers. Professor de Groot. Hij speelt een voortrekkersrol bij het toepassen van fotosynthese bij zebravissen. En professor Polman. Hij geeft leiding aan een topteam van internationale synthetische biologen. Zij willen kanker van binnenuit bestrijden. Beide hebben torenhoge verwachtingen van de synthetische biologie. Met deze machine kunnen we nu DNA maken en daarmee het takenpakket van een cel beïnvloeden of helemaal veranderen, waardoor we een cel bijvoorbeeld een nieuw medicijn of een brandstof kunnen laten maken. De ontwikkelingen op dit gebied gaan razendsnel. Ik denk dat we binnen 5 jaar in staat zijn om organismen te creëren waarmee we een soort band hebben. En dus wij geven die organismen, geven we voedsel. En zij geven ons in ruil daarvoor, geven ze ons allerlei stoffen. We kunnen niet zonder hen en zij kunnen niet zonder ons. Maar wat doen synthetische biologen? Om daar inzicht in te krijgen, eerst maar eens de cel. Elke cel heeft een kern. En in die kern zitten DNA-strengen. Op dat DNA staat geschreven wat die cel moet doen, zijn takenpakket. En dat in een code van 4 letters, de bouwstenen A, C, T en G. In elke menselijke cel zit DNA dat bestaat uit 3 miljard van die letters. Sommige stukken zijn ingeschakeld, andere stukken staan uit. Bij een cel in je vingertoppen is bijvoorbeeld ander DNA ingeschakeld dan bij een cel in je oog. Een paar letters aan of uit, of een andere volgorde, kan al een groot effect hebben. Ik geloof dat de volgorde van het DNA van een chimpansee ongeveer voor 99% identiek is aan dat van de mens. Terwijl we toch het idee hebben dat een chimpansee wel iets anders is dan een mens en tot minder in staat is. Maar dat ligt hem eigenlijk in een heel klein aantal verschillen. We hebben nu kennis die ons geleerd heeft dat het DNA niet alleen een code is die we kunnen aflezen, maar dat het DNA ook een register is waarin we nieuwe eigenschappen die ontwikkeld worden kunnen opbergen. En dat is wat we doen met synthetische biologie. Dat is waar het synthetische biologen allemaal om gaat. Kunstmatig gemaakt DNA in cellen plakken. De cellen zullen dan de taken uitvoeren die wij willen. En dat is revolutionair. In de jaren 90 konden we niet meer dan wat rommelen in de genetische codes. Grofweg wat DNA eruit halen en wat anders erin terugzetten. En dan maar kijken wat eruit komt. Trial and error. Kunt u zich Stier Herman nog herinneren? Het leidde tot enorme ophef in binnen- en buitenland. Dit is de beroemdste stier van Nederland. Herman heet hij. Deze stier moet ervoor zorgen dat er nieuwe geneesmiddelen op de markt komen. Het beest heeft een menselijk gen in het erfelijk materiaal ingebouwd gekregen, waardoor het erfelijke DNA-materiaal veranderd is. Wereldwijd verzetten actiegroepen zich ook tegen de genetische modificatie van gewassen. Het rommelen met het DNA van planten en dieren. Dat kan niet en mag niet, was toen de teneur. Wat we 20 jaar geleden deden, dat was eigenlijk niet meer dan plak- en knipwerk. Maar wat we nu kunnen doen, dat is echt een organisme bijna van de grond af aan in zijn geheel opbouwen. Dat gaat gewoon echt veel verder.
Wat we nu kunnen doen, hele stukken DNA in één keer synthetiseren. Zelf het programma daarvoor schrijven. En een paar uur nadat we het programma hebben geschreven, hebben we in principe dat hele stuk DNA al gemaakt. En dat kunnen we vervolgens dan weer in die cel zetten en die cel daarmee een bepaalde taak laten uitvoeren. Professor Polman en zijn team van synthetische biologen ontwerpen DNA-strengen met allerlei taken in de computer. Een machine maakt het voor hen. Dit is echt een geweldig apparaat. We kunnen hiermee DNA maken, wat we zelf van tevoren hebben geprogrammeerd. En daarmee kunnen we het takenpakket van een cel veranderen. De vier flesjes die we hier zien, die bevatten de bestanddelen waarmee we DNA maken. En dat DNA bestaat uit een bepaalde volgorde waarin we deze A, C, G en T-moleculen aan elkaar rijgen. Polman tikt A, C, G, T-letters in de computer. Een sliert van letters die je kunt opdelen in stukken. Op elk stuk staat een taak die de cel moet uitvoeren. De synthesizer zal het computer-DNA met het takenpakket omzetten in een chemische DNA-keten. Dit nieuwe DNA wordt in een celkern gebracht en die cel zal dan luisteren naar de nieuwe opdrachten die op het DNA staan. We kunnen een cel bijvoorbeeld aanzetten tot het maken van een nieuw medicijn, of we kunnen een cel een bepaalde brandstof laten maken. Wat dat betreft zijn de mogelijkheden eindeloos. We kunnen nog tal van andere voorbeelden verzinnen waarmee we een cel zouden kunnen herprogrammeren, dan wel grootschalig verbouwen. Veel synthetische biologen halen eerst een celkern leeg om er daarna hun eigen gewenste DNA-takenpakketje in terug te hangen. Anderen plakken nieuw DNA gewoonweg over het oude heen. Dit is nu het DNA wat we zo even chemisch gesynthetiseerd hebben. En wat we straks gaan doen, we gaan dat DNA gebruiken om in een cel te zetten en die cel daarmee een andere functie te geven. Oké, dus hier zien we nu die cel delen, groeien. Elke taak die op het DNA staat is een combinatie van een aantal letters A, C, T, G. Van steeds meer taken kennen we de codes, waardoor we de natuur kunnen nabouwen en verbeteren. En ook ziektes kunnen bestrijden. I think that malaria is an enormous problem. 500 million people have malaria. 1 to 3 million people die of malaria every year. I think we have to look at many possible solutions, and clearly to eradicate malaria is going to take all of these together. De Amerikaanse bioloog Kiesling heeft met een miljoenen subsidie van Bill Gates de kans gekregen om een bacterie te ontwikkelen die uit zichzelf een medicijn maakt. Een medicijn tegen malaria. Dat antimalaria medicijn dat wordt tot op heden gewonnen uit een bepaalde plant, maar in hoeveelheden die heel erg gering zijn. Nou, wat Kiesling heeft gedaan is, hij heeft het DNA, het erfelijk materiaal wat dus nodig is om dat medicijn te maken, heeft hij overgezet in een gistcel. En hij heeft daar een klein fabriekje van gemaakt. En dat kleine fabriekje is nu in staat om dat medicijn artemisinine te produceren tegen een tiende van de kostprijs van het winnen van medicijn uit de plant. Eén cel maakt maar een hele kleine hoeveelheid aan van bijvoorbeeld een medicijn of brandstof. Heb je een cel ontworpen die zijn werk goed doet, dan is het zaak deze zich zo snel mogelijk te laten vermenigvuldigen. Wat we hier zien borrelen, dat is de zuurstof die we met grote snelheid door de vloeistof heen jagen. En dat is de zuurstof die de cellen nodig hebben om zich te kunnen delen. Die cellen die delen zich werkelijk razendsnel. Na de deling worden in de centrifuge de cellen gescheiden van de vloeistof waarin ze zitten. Nou, dit zijn ze dan, de cellen die we eerder een nieuwe taak hebben gegeven. Het lijkt niet veel, maar wat we hier zien, dit klontje, dat zijn toch miljarden cellen die hopelijk het product gemaakt hebben wat we de cellen hadden willen laten maken. Polman en zijn team zetten de synthetische biologie in om kanker te bestrijden. Het team gebruikt daarvoor een methode die heel doeltreffend lijkt. Targeted delivery. Nou, wat we met targeted delivery willen, is eigenlijk zoveel mogelijk van een medicijn
op een hele specifieke plaats in het lichaam afleveren. Wat we normaal met medicijnen zien, is dat ze bijna allemaal bijwerkingen hebben. Dus ook gezonde cellen worden daardoor aangetast. Nou, waar we van dromen is dat we systemen kunnen maken die heel gericht in het lichaam hun stof, een medicijn, afleveren daar waar het nodig is. Dus bij een specifieke tumorcel. Een cel zwerft door het lichaam en is zo geprogrammeerd dat hij precies weet dat hij in de buurt van een tumor zijn chemokuur moet afleveren, omdat daar de zuurgraad laag is. Dat is targeted delivery.